Jasmina heeft een hekel aan school. Die houdt te weinig rekening met haar thuissituatie en duwt haar richting een saaie job. Gelukkig leert ze een jeugdwerker kennen die echt naar haar luistert. Die laat haar via baanbrekers een tewerkstellingstraject op maat volgen. Daardoor ontdekt ze wat ze graag doet. Ze gaat bijvoorbeeld graag naar het jeugdhuis. Ondanks de sterke werking wordt het jeugdhuis niet ondersteund door de gemeente. Samen met haar vriend Ilias, die jongeren coacht in ondernemerschap, klaagt ze dit aan op de jeugdraad. Na een vruchtbare dialoog wordt het jeugdhuis toch een erkende jeugdvereniging en krijgt het eindelijk lokale subsidies. Om de infrastructuur te verduurzamen, zijn er naast het gemeentebudget ook Vlaamse subsidies nodig. Zo maken de jongeren en de gemeente het jeugdhuis energie-neutraal en multifunctioneler. En dan gaat het hard. Het jeugdhuis haalt een bovenlokaal project rond sociale cohesie binnen via Vlaamse subsidies. Het jeugdhuis werft Jasmina aan als projectmedewerker. Ze organiseert een evenement waarop jongeren in contact komen met de buurt. De overvloed aan onduidelijke regels maakt het haar wel niet gemakkelijk. Tijdens het evenement krijgt ze zelfs een gasboete wegens overlast. Gelukkig wordt Jasmina goed ondersteund door haar team en blijft ze verder bouwen aan sterk jeugdhuiswerk. Veel jongeren en jeugdwerkers, zoals Jasmina, lopen een traject met vallen en opstaan. Daarom vraagt Formaat de Vlaamse en federale overheden aan de slag te gaan met deze 8 thema's. Zo maken we samen jeugdhuiswerk nog sterker. Surf naar formaat.be/memorandum2019 en ontdek alle thema's in detail.